Goedenavond iedereen, hartelijk welkom. Welkom in de Bali, welkom bij het programma over de invloed van Assange op de journalistiek en politiek. Mijn naam is Tim Wagemakers, ik ben programmamaker bij de Bali en begeleid u vanavond door deze avond heen. U zult zich misschien afvragen waarom staat in deze zaal hij door een microfoon te tetteren. We kunnen het ook zo wel verstaan, maar er is ook een livestream. Dat is goed voor u om te weten. Dus als we zometeen ook met het publiek in gesprek gaan, hè, het wordt opgenomen. Er waren veel mensen die aangaven online te willen meekijken. Dus dan weet u dat maar alvast. Maar ik ben eigenlijk wel ontzettend blij dat u hier bent op deze snikhete zomerdag. Ik hoop dat hier een beetje koel is. Koeler dan buiten, volgens mij wel. Mocht u toch denken, oh, het stijgt nou naar mijn hoofd. Daarachter staat water. Schroom niet. Loop er gewoon naartoe en pak een glas water. Het lijkt me prettig als we niet al te oververhitte zaal uitgaan straks. Dus doe dat vooral. We gaan het vanavond hebben, denk ik, over een belangrijk onderwerp. En vooral ook, je kunt over veel dingen praten als je het hebt over Julian Assange. Je kunt het hebben over de controverse rond zijn persoon. Je kunt het hebben over de zaak die vanuit Zweden loopt rondom een vermeende verkrachting. Je kunt het hebben over zijn gedrag in de Ecuadoriaanse ambassade. Maar vanavond willen we juist het loskoppelen van de persoon en kijken naar de invloed die Assange heeft gehad op de journalistiek en de politiek en over het werk van WikiLeaks. En wat mij opviel in de voorbereiding voor deze avond is dat, ik weet niet hoe het u ervaren is, maar zo rond 2010, 2011, 2012, WikiLeaks was overal. En nu eigenlijk op het moment dat hij vastzit, komt er wel even een nieuwsupdate, komt er wel even weer aandacht voor. Maar eigenlijk is er niet zo heel veel reflectie op onszelf, hoe wij als media met Julian Assange en de onthullingen van WikiLeaks zijn omgegaan. Het politieke steekspel wat er nu plaatsvindt rondom Assange. Misschien ook wel de vraag wat wij vinden van de onthullingen die toen gedaan zijn. Vinden wij die met terugwerkende kracht proportioneel of hebben we daar een andere mening over? En vanavond willen we juist dat veld om Julian Assange wat beter verkennen. Ik wijs jullie heel kort nog even op de... U heeft een scheurkaart en u zult denken, oh, iemand heeft hem zelfs al gescheurd. Die had al een mening voor het programma. Oh, die lacht daar zo al. Oh, heel goed. Ja, nou, heel goed. Oeh, ik hoop dat ik dit nog goed ga maken. Want anders dan is uw mening wel bekend, denk ik. Maar in ieder geval, die scheurkaart die levert ook iets op. U kunt hem de afloop inleveren en dan krijgt u een biertje. Of nou, tenminste een consumptiebon. Dan kunt u ook wat anders halen. Maar zelf zou ik met dit weer wel zin hebben in een biertje straks. We gaan praten tot ongeveer 9:15. Er zal ook veel ruimte zijn voor inbreng vanuit u. Het enige wat wel handig is om te weten is dus dat ik dan even met die microfoon naar u toe kom, zodat mensen thuis het ook kunnen verstaan. We hebben vanavond 3 gasten die u gaan meenemen in de wereld van Julian Assange en de invloed ervan. We hebben Egbert Dommering, Maurits Martijn en Elsine van Os. Helaas heeft op het laatste moment Karin Spijnk moeten afzeggen, maar ze had wel, denk ik, de enige echt goede reden. Namelijk dat zij morgen met een onthulling komt, zei ze. En op Twitter speculeerde ze al een beetje over zorgcowboys in Nederland. En ze is daarvoor aangeklaagd dat die publicatie niet mag verschijnen. En dat is de reden waarom ze vanavond enorm veel werk te verrichten had en ze er dus niet is. Nou, in de lijn van deze avond over macht controleren en hoe dat werkt, vond ik dat eigenlijk de enige echt goede reden om hier niet te zijn. Dus dat vergeven we haar dan maar. Misschien eerst even, ik ben ook nog wel benieuwd wie er in de zaal zitten. Dat we een beetje idee hebben. We zijn met een intiem gezellig publiek, dus laten we elkaar een beetje leren kennen. Zijn er mensen, hebben we journalisten in de zaal? Ja, een aantal. Hackers? Zijn er mensen die zichzelf hacker noemen? Hebben we klokkenluiders in de zaal? Of mensen die werken aan de positie van klokkenluiders? Ja, daarachter 2 mensen. Zijn er mensen die zeggen, ik heb een ongelooflijk belangrijke functie die nog niet genoemd is, maar wel op deze avond besproken moet worden? Naast geïnteresseerden, ja? Oh, ik dacht dat je... Oh. Nou, mocht iemand er nog opkomen, dan hoor ik het graag. Misschien, als ik dan heel even bij u mag vragen, als journalist, waar bent u in geïnteresseerd als we het over Julian Assange hebben en WikiLeaks? Nou, het enige, wat voor mij het enige echte onderwerp van vanavond is dat er een land is dat oorlogsmisdaden begaat. En dat degene die helpt dat aan de kaak te stellen, inmiddels 6 jaar vastzit op een plek waar geen rechter aan te pas is gekomen. En die oorzaak, dat is het onderwerp van vanavond. En dat gevolg dat zo'n man nu in Engeland in de bak zit, dat is een gevolg. Maar die oorzaak moeten we bespreken. Dus eigenlijk gaat de avond ook over macht en hoe die wordt uitgeoefend. Ja, lawfare. Het is niet, dus de oorlog voeren met de wet in de hand of zo. Dat is wat Amerika doet, of de macht die ze hebben. Ja. Is er iemand anders die zegt voor mij, ik kwam hier naartoe en ik had wel een gedachte waar ik benieuwd naar was. Misschien als ik het u mag vragen.
Heeft u vooraf gedacht, als ik hier naartoe ga, ben ik hier benieuwd naar of hier hoop ik op vanavond? Nou, Karen Spanks had het aankaarten van, is Assange nou wel of niet een journalist? En ik ben benieuwd of dat nou de vraag is die we moeten stellen. Dus dat is een van de redenen. Ze is er helaas dus niet, hè? Nee, dat hoorde ik dus net, ja. Maar goed, ik denk dat we hebben wel de voorbereiding met haar gedaan. Dus ik kan zeker een aantal van haar punten naar voren brengen. Is er iemand anders die zegt, voordat we beginnen, is dit nog wel goed om even te weten waarom ik hier ben vanavond en wat de inzet zou kunnen zijn? Nee? Nou, dan stel ik voor dat we vooral beginnen met even heel kort onze twee panelleden naar voren halen en te vragen wat hun inzet van de avond is. Als ik mag beginnen, Maurits Martijn, geef me een warm applaus. Misschien daarachter is net even makkelijk. Werkt voor de Correspondent. Ja. Schreef het boek Je hebt wel iets te verbergen met Dimitri Tokmetsis. Volgt Assange eigenlijk al volgens mij sinds 2008 ongeveer. Ja. Als jij op de fiets of met de tram of lopend hier naartoe komt vanavond. Wat zou dan voor jou, toen je erover nadenkt, de belangrijkste inzet zijn waarvan jij denkt, daar moeten we het over hebben vanavond. Dat is wat mij hierin fascineert of belangrijk is. Er zijn veel dingen die mij fascineren hierin. Het allerbelangrijkste, of in ieder geval wat ik vanavond over zou willen brengen, is dat ik het vreselijk hypocriet vind van veel van mijn collega-journalisten. Dat zij Assange de afgelopen tijd, eigenlijk sinds hij is opgepakt in de ambassade van Ecuador, dat zij hem niet volmondig hebben gesteund. Ja. Dat vind ik hypocriet, omdat een jaar of 8, 9 geleden zij allemaal kwijlend voor zijn deur lagen, met hem samen wilden werken. De informatie die hij in zijn bezit had, of in ieder geval die naar hem toe was gekomen, wilde ontsluiten. De aanklacht waar we het over hebben, de Amerikaanse aanklacht, die gaat ook over die periode. En dan vind ik ook dat je hem gewoon volmondig moet steunen. Heb je de vinger erachter kunnen krijgen wat de belangrijkste reden is waarom je denkt dat dat gebeurt? Waarom dat niet gebeurt? Waarom, zoals jij zegt, die hypocrisie is ontstaan en mensen hem dus laten vallen binnen de media? Ja, nou, mijn hypothese is dat mensen de mening over de man verwarren met de betekenis van zijn daden. Ja, ja. En dat zij hem dus een rare snuiter vinden die stinkt. En dat lees je ook altijd. En die niet goed omgaat met andere mensen. En die wellicht vreselijke dingen in Zweden heeft gedaan. Nogmaals, daar heb ik geen verstand van, dat weet ik niet. Maar dat zou in mijn ogen helemaal los moeten staan van hoe je zijn daden beoordeelt. Ja. De daden uit 2010. En als je dan in het kort even, want we gaan straks veel langer over praten, de belangrijkste betekenis van zijn daden dan dus, hè, zoals je zelf zegt, losgekoppeld van die persoon beschouwd. Ja. Waar zou je dan aan denken? Wat is dan de betekenis daarvan? De betekenis van een deel van zijn werk zit hem erin dat hij een beeld heeft laten zien van de manier waarop Amerika oorlog voert in Irak en Afghanistan. En dat beeld dat komt niet overeen met het verhaal dat Amerika zelf vertelt over zichzelf. Ja. Helder. Volgens mij is jouw inzet daarmee voor de avond helder. Je mag daar weer even plaats gaan nemen. Dan vraag ik graag Elsine van Os naar voren. Geef er ook een warm applaus. Oprichter en CEO van Signpost 6. Dat bedrijven en overheden helpt met preventie en detectie. Bijvoorbeeld rondom datadiefstal, sabotage of spionage. Vroeger ook gewerkt voor de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Wat is nou het belangrijkste? Kun je misschien heel kort concretiseren wat Signpost 6 doet? Ik bedoel, ik heb het net een beetje omschreven, maar ja. Wat is ongeveer het dagelijkse werk waar jullie je in begeven? Ja, ik wil daar even op terugkomen. Dat verwerk ik dan even in 3 punten die ik hier denk ik naar voren wil brengen. Zeker, ja. Het eerste is dat het ontzettend belangrijk is om een onderscheid te maken tussen mensen die daadwerkelijk klokken luiden voor een heel belangrijk maatschappelijk belang. Of mensen die data lekken. Ik vind dat onderscheid niet scherp is. Dat doet ook klokkenluiders niet ten goede. Dus ik denk dat dat onderscheid goed gemaakt moet worden. En in het geval van Assange worden hem allemaal titels opgeplakt van
zelfs ook klokkenluider. Nou, dat is hij sowieso niet. Hij zat niet voor de formele betekenis van het woord. Of journalist, of platform, intelligent service of the people. Wat was hij nou daadwerkelijk, of wat stelde WikiLeaks nou daadwerkelijk voor? Dat vind ik een belangrijke, toch wel discussie. En dat is ook waar ik mij in mijn dagelijkse praktijk mee bezighoud. Dus ik zorg ervoor dat bedrijven de juiste outlets hebben, waarbij misstanden aangekaart kunnen worden. Maar ik help ook bedrijven hun data veiliger te stellen, zodat als er kwaadwillend lekken plaatsvinden, dus bijvoorbeeld datadiefstal door spionage, dat dat niet gebeurt. Dus dat is een ding waar ik mee bezig houd. Dus ik bevind mij op het snijvlak tussen kwaadwillend lekken, maar ook zeker de goede bedoelingen van klokkenluiders. Is lekken niet in die zin voor het bedrijf altijd kwaadwillend? Ja, dat is heel vaak wel het geval natuurlijk. Dus het is heel erg belangrijk dat er wel goede outlets zijn. En dat is een gat waar Assange in is gesprongen ook voor een deel. Want er zijn heel veel dingen die niet goed geregeld zijn. Binnen organisaties en daarbuiten niet. Mm-hmm. En dat is denk ik een belangrijke discussie om te voeren. Ja. Daar is hij ingesprongen, maar ik vind niet dat hij dat op de juiste wijze heeft gedaan. Okay. Verder denk ik, ander punt is... ik heb zelf een aantal jaren in en op Afghanistan gewerkt. Ik heb zelf ten tijde van Irak, dat Manning in Irak zat ik daar ook. En ik heb disaster gevolgd richting Nigeria. Dus ik heb wat meer beeld en geluid bij de complexiteit van die conflicten. En ik vind dat het te eenzijdig en te eenvoudig wordt voorgesteld. En ik vind dat er meer vragen over gesteld moeten worden. Ja. Het is nu erg bashing richting een kant. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om complexe conflicten zo eenvoudig en hard neer te zetten. Dus ik zou eigenlijk wat meer willen vragen in plaats van oordelen soms ook. Nou, ontzettend goed dat je dan zo ook in gesprek gaat met Maurits Martijn. Ik denk dat dat scherp krijgen van wat gebeurt hier precies, wat is het nou, dat we het daar precies over gaan hebben. Misschien als laatste dan nog de vraag, als ik Maurits zou vragen, wat is nou de invloed van Assange geweest op de journalistiek en de politiek? Hoe zie jij de invloed van Assange of wat er los is gekomen rond WikiLeaks? Heeft dat ook de werkwijze van inlichtingendiensten beïnvloed? Is daar iets over te zeggen als je het hebt over de invloed van hem? Ja, naar aanleiding van WikiLeaks heeft Obama een executive order getekend op het gebied van insider risk management. Dus bedrijven moeten, maar overheidsorganisaties moeten beter met hun data omgaan. Naar aanleiding van 9/11. Beter beschermen. Naar aanleiding van WikiLeaks is er best wel een clampdown geweest op inlichtingendiensten. Er zijn er zwarte lijsten gemaakt van medewerkers die mogelijk ontsporen. Dus dat is aan de ene kant een issue, maar aan de andere kant is het ook gezond om beter met je data om te gaan en te beschermen. Ook daar waar het gaat om privégevoelige data. Aan de ene kant heeft dat zijn voordelen, aan de andere kant zijn nadelen. Maar dat is een hele belangrijke tendens die naar aanleiding van WikiLeaks is ontstaan. Ja. En ik denk dat de hele discussie rondom klokkenluiders en hoe daar invulling aan moet worden gegeven, dat ook een hele belangrijke is. Goed, helder. Nou, volgens mij hebben we de twee lijnen van de avond aardig neergezet. Ja. Elsine, ga vooral ook weer zitten. Laten we nog iets duidelijker krijgen wat er precies gebeurd is. We hebben een filmpje geëdit, ongeveer 10 minuutjes, waarin even de tijdlijn van Julian Assange en zijn belangrijkste onthullingen langskomen. Dit is één ding. Er zit ook een stuk van de beelden rond 2010 in, de drone-aanval. Dat zijn best heftige beelden. We wilden die toch laten zien, omdat ik denk dat het goed is om scherp te krijgen wat er precies naar buiten is gekomen. Maar u ziet er wel een drone-aanval. Dus als u daar echt geen behoefte aan heeft, bij deze duurt het de eerste minuut ongeveer. Dan weet je, dat loop even naar buiten of doe je ogen dicht. Maar laten we even kijken, want ik denk dat het een goed beeld geeft. En voor sommigen die weten het vast al, dan is het even 10 minuten herkenning.
more that keep walking by, and one of them has a weapon. Roger, received, Carter. Okay. 208. See all those people standing down there? We have no personnel east of our position, so you are free to engage, over. Alright, we'll be engaging. Roger, go ahead. I can't get them now because they're behind that building. Anybody has an element? Call we got an RPG. Alright, we got a guy with an RPG. I'm gonna fire. Okay, no, hold on, let's come around. We got buildings right now from our point of view. Roger, yeah, we're gonna come around. Hotel 26 has an individual with RPG. Getting ready to fire. Yeah, we got a guy shooting. Now he's behind the building. God damn it. Coming around. He was right in front of the Brad about there 1 o'clock. Haven't seen anything since then. Just fucking, once you get on, just open up. Yeah, Roger. I am. I see your element. You got about 4 Humvees out along this. You're clear. All right, firing. When the stage line, let me know when you have it. Watch you. Light them all up. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shoot. Bushmaster 26. We need to move time now. All right, we just engaged all 8 individuals. Yeah, we got 2 birds. We're still firing. Roger. Got him. 2-6 is a 2-6, we'll move, but we got both. Oh, I'm sorry, well, I was bypass. God damn it, Kyle. Sorry. I hit him. What does it take to change the world? A big army? A cure to a pandemic? A revolution? All of these take either a lot of people, thousands of hours, or massive amounts of space. But for Julian Assange, all he needed was a small room, an internet connection, and the world listened. It's been amazing what's coming out on WikiLeaks. They want to distract us from WikiLeaks. The wonder of WikiLeaks. Boy, that WikiLeaks has done a job on her, hasn't it? We've learned so much from WikiLeaks. Oh, we love WikiLeaks. Boy, they have really WikiLeaks. After its launch in 2006, WikiLeaks quickly became the center for leaked information online. 2008, a leak targeting vice presidential candidate Sarah Palin surfaced. Emails from her private Yahoo email account were posted on the site. ClimateGate hit worldwide in 2009 after WikiLeaks posted the contents of leaked internal emails from the Climate Research Unit of an English university. In April of 2010, WikiLeaks released video footage shot from a U.S. Army helicopter over Baghdad. Dankzij klokkenluider en soldaat Chelsea Manning kwamen ze bij WikiLeaks terecht. The deaths of some 109,000 people are documented. Everything that you need to know about warfare is right there in 147 minute video. What do you mean by that? Counterinsurgency warfare is not a simple thing. It's not as simple as like good guys versus bad guys. It is a mess. Why WikiLeaks? Why WikiLeaks? I think it's important to remember the context. I try to go to the, to the Washington Post first, and I try to go to the New York Times. There's a perception on the part of some people who believe that your agenda right now is anti-American. Not at all. In fact, our founding values are those of the U.S. Revolution. They are those of people like Jefferson and Madison. And we have a number of Americans in our organization. If you're a whistleblower and you have material that is important, we will accept it. We will defend you. Private Manning is a traitor and should not have been turned into a martyr. Private Manning is a hero. Chelsea Manning, the transgender soldier convicted of leaking the biggest trove of government secrets in U.S. history, setting off a firestorm of controversy. Leaked hundreds of
hundreds of thousands of sensitive documents. The whistleblower protections. About government secrets. It poses a very real and potential threat. National security and the people's right to know. Assange krijgt wereldwijde bekendheid. Maar alles verandert als hij in Zweden is om te vertellen over WikiLeaks op een congres. Hij krijgt niet veel later de politie achter zich aan. Hij wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van twee vrouwen die hij op het congres ontmoet. En dat terwijl hij een werk- en verblijfsvergunning probeert te krijgen voor Zweden. In 2012 is de hoogste Britse rechter eruit. Assange wordt uitgeleverd aan Zweden. And his appeal against extradition is accordingly dismissed. Hij vlucht dan de ambassade van Ecuador in, die van het balkonnetje. De man die opkomt voor gerechtigheid en openheid verstopt zich als hij voor de rechter moet komen. Hij zegt dat hij erin is geluisterd en dat de Zweden hem zullen uitleveren aan Amerika. Want daar heeft hij zich niet bepaald geliefd gemaakt met al dat lekken. It's the biggest leak in US military history. Their names, their operations. It is an attack on the international community. Van iemand die voor vrijheid vecht, verandert hij steeds meer in iemand die complottheorie op complottheorie stapelt, vooral op Twitter. Hierdoor verliest hij steeds meer van zijn WikiLeaks-collega's en vrienden. WikiLeaks' meest spraakmakende publicatie, gelekte e-mails van presidentskandidaat Hillary Clinton. Midden in de race om het presidentschap van Amerika ligt vertrouwelijke communicatie van de allerhoogste democraten op straat. De imagoschade is niet te overzien. Assange twittert door over Clinton, over de meest uiteenlopende en heftige complottheorieën. En in 2017 ook over de onafhankelijkheidsstrijd in Catalonië. En na dat laatste is het genoeg. Van Spanje, een trouwe bondgenoot van Ecuador, blijf je af. In maart 2018 laat de president van Ecuador alle communicatie met Assange afsluiten. Reports of disturbing behavior resulted in his expulsion. He was dragged out by British police, arrested and charged with breaching the Bail Act on May 1st, 2019. He was sentenced to 50 weeks in prison, and with Swedish prosecutors reopening their investigation into rape allegations, it looks like the age of Assange could be coming to a swift end. U.S. officials charged WikiLeaks founder Julian Assange with violating the Espionage Act on Thursday. The additional 17-count indictment alleges Assange and WikiLeaks have repeatedly sought, obtained, and disseminated information that the United States classified due to the serious risk. These new charges raise the stakes for First Amendment rights and prompts questions about protections for those who publish classified information. Assange is currently in British custody after leaving the Ecuadorian embassy in London. He is fighting extradition charges to the United States. He was originally charged with conspiracy to penetrate a military computer with the help of former U.S. Army intelligence officer Chelsea Manning. WikiLeaks responded to the indictment, tweeting, "This is madness. It is the end of national security journalism and the First Amendment." It looks like the age of Assange could be coming to a swift end. But for better or for worse, his work lives on. With or without Assange, WikiLeaks remains active, and governments the world over remain wary of its wrath. Ja, goed. Een aantal beelden op een rij. De situatie is nu dus zo. Assange zit nog steeds vast in Engeland. Minister van Binnenlandse Zaken van Engeland heeft gezegd open te staan voor uitlevering, maar de rechter moet er nog uitspraak over doen. Waarschijnlijk februari 2020 pas. In Zweden is de zaak ook heropend en ondertussen vragen mensenrechtenorganisaties als Amnesty, maar dat is ook een brief van 37 Europarlementariërs die ervoor strijden om ervoor te zorgen dat hij niet wordt uitgeleverd. Iemand die ons iets meer nog kan vertellen over de procedure, over de juridische implicaties en wat er nu precies aan de hand is in dat steekspel wat er nu gevoerd wordt tussen advocaten, tussen Amerika en andere partijen, is Egbert Dommering. Hij is jurist, hoogleraar informatierecht en hij zal ons vertellen wat meer over datalekken, de positie van de bron en journalist bij het publiceren van staatsgeheimen en vooral ook hoe daar in Europa mee wordt omgegaan, maar ook hoe het zich bijvoorbeeld verhoudt tot de Pentagon Papers. Geef een warm applaus, Egbert Dommering. Ja. Zo geloof ik. Hè? Ja. Wat ik ga doen is het volgende. Ik heb die aanklacht genomen van de grand jury. Om die even door te lopen. Om te kijken wat nou precies de feiten zijn. En dan wil ik iets vertellen over wat het juridische kader in Europa en ook in Nederland is
van journalisten, brongeheim, omgaan met strafbare feiten, klokkenluiders en dat soort dingen. En ja, omdat het in Amerika speelt, ga ik ook iets zeggen over de uitspraak die de Supreme Court heeft gedaan tijdens de Vietnamoorlog in de Pentagon Papers. Dat is een hele boeiende beslissing en misschien dat die op een of andere manier nog een rol gaat spelen. Die aanklacht, die loop ik dus nu eerst met u door. Eerst hoe ze de feiten vaststellen. Moet ze begrijpen, het is een gekleurd stuk, het is een aanklacht, dus ik weet niet of die feiten allemaal kloppen. Maar zij zeggen toch dat hun eerste punt is dat ze zeggen WikiLeaks was een website die was bedoeld als de Intelligence Agency of the People. En die bedoelde om informatie te krijgen en die bevorderde dus bronnen om die informatie te geven met omzeiling van geheimhoudingsclausules. En dat WikiLeaks er dan voor instond dat ze die informatie zouden gaan publiceren. Dus WikiLeaks accepts classified, censored or otherwise restricted material. Dus dat propageerde WikiLeaks openlijk. En ze zeggen dan ook, Assange en Manning en anderen zijn dus daar samen aan gaan werken. WikiLeaks heeft een soort menu gepubliceerd waarin ze zeggen wat ze aantrekkelijk vonden om te krijgen. De zogenaamd Most Wanted Leaks. Dat is het tweede punt van de feitenopsomming. En de Most Wanted Leaks, dat waren de bulk databases de Verenigde Staten gebruikten en de inlichtingendiensten. Ze noemden het ook wel Intellipedia. Om informatie te verzamelen. En de tweede wat hij wilde hebben, wat dus eigenlijk aantrekkelijk was voor WikiLeaks, wat ze dus openlijk publiceerden, was military intelligence documents like interrogation procedures, dus Guantanamo, CIA, maar ook, dat staat niet in dit lijstje, belangrijk is ook dat ze de Irak en Afghanistan Rules of Engagement wilde hebben. Dat is dus geheime militaire documenten waarin dus de strategie wordt uiteengezet voor hoe lang je interveneert en wanneer je terugtrekt. En ze wilden over Cuba ook documenten hebben over Guantanamo. Dat staat hierin. En dus de informatie rond Guantanamo en de manier van ondervragen van de verdachten daar. Manning was een sleutelfiguur in het geheel. Die had een top secret functie. Die had getekend dat hij toegang zou hebben tot geclassificeerde classified information, dus geheime informatie. En had hij dus ook een non-disclosure agreement voor gesloten, dat hij dat dus niet zou verspreiden. Dat is hij dus wel gaan doen. En begin november 2009 heeft Manning dus op die oproep, op het menu van WikiLeaks, gereageerd. En dus allerlei informatie in de categorie Most Wanted Leaks ter beschikking gesteld. Dus die bulk databases en die andere dingen. En die databases die hij ter beschikking bestelde, bevatten onder andere 90.000 Afghanistan gerelateerde rapporten, 400.000 Irak gerelateerde activiteiten rapporten, 800 Guantanamo Bay materiaal, 800 over gevangenen in Guantanamo en ook nog eens 250.000 US Department of State cables. Al die documenten heeft Manning dus volgens dat menu wat ze gepubliceerd hebben, volgens deze aanklacht dan aan WikiLeaks ter beschikking gesteld.
Assange is actief betrokken geweest bij de werkzaamheden van de bron, zal ik maar zeggen, van de klokkenluider. Want zo moet je hem dan misschien zien, Manning. Hij was in contact, in direct contact met Assange. En Assange heeft hem geholpen met het breken van passwords binnen de United States Department. En ook bij de Defensie computers. Assange wist en begreep volledig dat Manning dus dat allemaal illegaal deed. Dus dat is bewust zo uitgevoerd. En dat hij dus op die manier toegang had tot classified databases. En hoewel hij dat allemaal wist, heeft hij dat dus aangenomen en vervolgens gepubliceerd. Allemaal nog volgens deze aanklacht. De aard van de informatie, die is verschillend. Dat is allereerst die Rules of Engagement heeft hij gepubliceerd. Die dus precies de omstandigheden en de militaire strategische omstandigheden van hoe de Armed Forces van de United States opereerden in Irak openbaar maakte. En deze disclosure of his disinformation would allow enemy forces in Irak and elsewhere to anticipate certain actions of responses by the US Armed Forces. Dus het was zeer gevoelige strategische informatie. Verder heeft hij de informatie niet geanonimiseerd volgens deze aanklacht. Met name bij de insurance files. En dan een derde punt, belangrijk punt. Assange onthulde namen van bronnen. Hij zegt de significant activity reports van Afghanistan en Irak, die hij dus openbaar maakt, published included names of local Afghans and Iraqi who had provided information to the US and coalition forces. Die hadden dat vaak dus onder geheimhouding ter beschikking gesteld. Daarmee heeft hij bronnen, waaronder journalisten, religieuze leiders en human rights advocates en political dissidents who were living in repressive regimes and reported to the United States the abuses of those regimes, heeft hij in gevaar gebracht. Allemaal volgens deze aanklacht. En dat leidt dan tot 18 aanklachten. Overtreding van de United States Section, titel United States Code, titel 18, Section 793, en dat is de spionage en het opsporen, gebruiken en verspreiden van geheime defensieinformatie. Nou, dat is dus de aanklacht zoals die er ligt. Hoe kijken wij in Europa, in Nederland, aan tegen hoe journalisten in dit veld moeten opereren? Nou, een belangrijk punt is dat het Europese Hof in Straatsburg een zeer vergaande bronbescherming heeft geaccepteerd. En ook eigenlijk, het wordt alleen maar ruimer. En een van de overwegingen van het Hof is altijd geweest, die zegt, ja, dat die journalisten moeten het recht hebben om hun bronnen geheim te houden. Want het is, want als dat er niet is, dan zullen mensen ook niet gemakkelijk meer uit de school klappen. Dus het is een indirecte klokkenluiderbeschermingsregeling. Maar die journalist is dus een belangrijk filter in dit hele verhaal. Dat moeten we wel even goed in de gaten houden. Een tweede punt is dat het Europese Hof zeer duidelijk is over het feit dat journalisten geen strafbare feiten mogen plegen, ook al is het belang van de nieuwsgaring groot, tenzij ze kunnen aantonen dat er werkelijk geen ander middel was om aan die belangrijke feiten te komen waar een groot belang mee was om openbaar gemaakt te worden. Dat is ook in Nederland aanvaard. We hebben een paar bijzondere gevallen gehad. Ik heb er zelf nog eens één behandeld. Dat was namelijk een journalist van het AD die wil aantonen dat het heel makkelijk was om een vals paspoort te krijgen. En die heeft toen
zich op verschillende plaatsen in een gemeente gemeld en dat paspoort gekregen. Hij had dus 3 paspoorten op een heel makkelijke manier, telkens onder een andere naam van een vriend van hem. En wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft toen op de voorpagina van het AD een foto gezet van die 3 paspoorten met zijn gezicht erop en die verschillende namen. Nou, daarvan heeft de Hoge Raad gezegd, ze hebben hem uiteindelijk geen straf gegeven, dat kan toch niet. Dat gaat te ver, je had het op een andere manier kunnen doen. Later is het nog eens een keer geprobeerd door een journalist om aan te tonen dat de beveiliging van Schiphol zo lekker als een mandje was en die is met valse identiteitskaarten naar binnen gekomen. En daar is ook van gezegd, je hebt niet kunnen aantonen dat het nou werkelijk de enige manier was om aan te tonen dat de beveiliging van Schiphol zo lekker als een mandje was. En het Europese Hof heeft ook uitspraken in die geest gedaan. Een ander punt is dat je geen onnodige privacy schending mag plegen en ook niet onnodig geheimen mag publiceren. Dus er is een soort algemene proportionaliteitsafweging. Een belangrijk punt voor het Hof is dat een journalist dus wel veel mag, hij mag niet alles, maar dat hij toch te goede trouw moet handelen en volgens zijn eigen beroepsregels, en dat is in Europa de code van Bordeaux. En dat is dus toch een asset wat mee moet worden gewogen. We kennen daarnaast natuurlijk de wet openbaarheid van bestuur, die steeds vaker wordt ingezet. En het Europese Hof heeft zelfs de werking van die openbaarheid uitgebreid door te zeggen dat je ook buiten gevallen in een nationale wet je toegang kunt krijgen tot geheime informatie, tenzij er zeer zwaarwegende zijn, redenen zijn om dat anders te doen. En dat je dus ook dat de staten het verdrag kunnen schenden als ze actief maatregelen nemen om informatie die openbaar moet zijn geheim te houden. We hebben een klokkenluidersregeling. Er zijn klokkenluidersregelingen die dan bescherming geven aan klokkenluiders. En tenslotte hebben we dan een controle door de onafhankelijke rechter en in Nederland ook de Raad voor de Journalistiek. Dus dat is zeg maar het juridische normatieve kader waarin je dit moet plaatsen als je dus zeer grote misstanden met voorbijgaan van allerlei regels openbaar wil maken. Dus zo gemakkelijk is dat nou ook weer niet, maar het is wel mogelijk. Iets over de Amerikaanse jurisprudentie. Ik heb me beperkt tot de Pentagon Papers-zaak. Die is al uit 1971, want het is toch eigenlijk wel een heel boeiende zaak. Dat was misschien herinnerd, sommigen zich dat nog, of hebben erover gelezen. De New York Times begon te publiceren over dus geheime informatie uit het Pentagon over hoe die Vietnamoorlog werd gevoerd. Daar ging onmiddellijk de Amerikaanse staat tegen in en die probeerden een verbod te krijgen dat ze moesten stoppen met die publicaties. Het hele bijzondere van die zaak is dat tussen die actie van de staat tegen de New York Times en de uiteindelijke beslissing van de Supreme Court zit maar een week. Dat is een hele opmerkelijke zaak. De Supreme Court gaf de New York Times gelijk. En er is nog iets heel bijzonders aan die zaak. Want je hebt in, trouwens ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Europa, je hebt het systeem van dat iedere rechter mag een eigen opinie schrijven, en de dissenting opinion en dat soort dingen. Dit is waarschijnlijk een van de weinige, zo niet enige zaak geweest waarin alle 9 rechters een eigen opinie hebben geschreven. Dat waren dus 9 parallele opinies die je in 3 groepen kunt verdelen en die zal ik nu even met u doornemen, want dat is toch voor de discussie niet oninteressant. De eerste vergaande positie was die van Black en Douglas. En kenners van het constitutionele recht
van de Verenigde Staten weten dat dat de meest notore liberalen ooit in de Supreme Court zijn geweest. En die zeiden dan ook, stoppen van een publicatie, een nieuwswaardige publicatie van een krant, dat heet dus prior constraint, is altijd fout. Want, zeggen ze dan, ever to permit restraint of publication of news, make a shambles of the First Amendment. Het aardige van Amerikaanse rechters is dat ze ook gewone taal spreken. Dat kom je in Europa veel minder tegen. Maar goed. De tweede categorie, ook notoren liberalen, Brennan, White, Stewart en Marshall, die had een iets gematigder standpunt. Die vond dat de publicatie wel was toegestaan, maar dat het verboden kon worden als het will surely result in direct, immediate and irreparable damages to our nation or its people. Dus ze vinden het in zulke uitzonderlijke omstandigheden mogelijk om een verbod te krijgen. Dus er moet een direct, onmiddellijk en onherstelbare schade zijn. De derde categorie, Harlan, Berger en Blackmun, die vonden dat het verbod kon. De eerste twee, Harlan en Berger, vonden dat het allemaal veel te snel ging. Het ging namelijk binnen een week. En Blackmun, maar Harlan heeft een inhoudelijke opinie geschreven. En die zei, het behoort tot de proper, je moet als rechter alleen maar onderzoeken of het tot de proper scope of the president's foreign relations power hoort, of hij binnen zijn bevoegdheden heeft gehandeld en of dan ook een minister de beslissing heeft genomen en dat hij het verbod heeft gegrond op het juiste argument, namelijk irreparable harm national security. Dus het was eigenlijk een scheiding van machten argument. Nou, als ik een taxatie moet maken van het Supreme Court nu, dan denk ik dat die laatste positie wel eens een meerderheidspositie zou kunnen worden. Maar het geeft toch een aardig idee van hoe je de verschillende posities kan innemen. En ik ben geneigd, wil ik u wel zeggen, om toch voor de middenpositie te gaan. Dat er toch, als je echt heel ernstige schade claimt, dat het dan niet zou kunnen. Dit leidt mij tot de volgende vragen voor de discussie, denk ik. Maar er zijn er misschien ook wel andere. Hebben Manning, de klokkenluider, en Assange, de publicist, zich aan de juiste proportionaliteitsregels gehouden? Ik weet het niet. Ik heb u gezegd, het is een aanklacht. De aanklacht vindt van niet. Dat zal moeten blijken, dat is toch een, maar het is wel een relevante vraag. Omdat het nu eenmaal zo is dat een journalist en een klokkenluider binnen de regels van de rechtsstaat moet opereren. In zekere zin ze ook moet bevestigen. Het tweede vraag is ook heel interessant. Dat is namelijk de vraag, wat is WikiLeaks nou eigenlijk voor een, wat is het karakter van WikiLeaks? Er zijn, en dat is ook het standpunt van Karin, die hier niet kan zijn, die zeggen dat is helemaal geen journalistiek medium, dat is een politiek activistisch medium. En toch is dat een vraag die mij zelf bezighoudt. Dat zijn namelijk die nieuwe nieuws- en onderzoekplatforms. Ze zijn belangrijk, er zijn nog steeds meer. Er zit er één in de zaal, de correspondent, Bellingcat. Als het goed is, zit er ook iemand vertegenwoordiger van het authentieke journalistiek hier. Naar welk normatief model moeten die zich nou gedragen? Nou, ik heb in dat boek wat ik dit jaar heb gepubliceerd, de Europese informatierechtsorde, een heel hoofdstuk over de journalistiek geschreven en me ook met die platforms bezig gehouden. En daar heb ik het model ontwikkeld dat ik ontleen aan het geneesmiddelenrecht. Kijk, in het geneesmiddelenrecht is het zo dat je hebt geneesmiddelen die zijn aan hele strikte publici-
publicatievoorschriften gebonden. Die moeten ook negatieve informatie over hun product geven en nog van alles en nog wat. Dan heb je natuurlijk een heleboel categorieën die zeggen die geen geneesmiddel zijn. De rechter heeft gezegd, die heeft het aandiencriterium geformuleerd. Als je je aandient als een geneesmiddel, dan moet je je ook houden aan het normatieve kader van de geneesmiddelen. Dus mijn stelling is, als je je aandient als platform van ik ben eigenlijk beter dan alle andere journalistiek, en eerlijk gezegd doen al die platforms dat, dan vind ik dat je je ook moet houden aan het normatieve kader van de journalistiek. En wat mij zo verbaast van al die platforms, ze zeggen van alles over hoe geweldig ze voor de waarheidsvinding zijn, maar ik heb op geen één platform ook maar enige verwijzing naar de code van Bordeaux of naar de journalistiek gevonden. En ik ben heel benieuwd waarom dat niet zo is. En toch denk ik dat dat een heel belangrijke vraag is over hoe je naar deze zaak kijkt. De volgende vraag is, voldoen de klokkenluidregels? Ik denk het niet. Maar dat heeft ook te maken met de maatschappelijke druk. We hebben een heel regeling gemaakt voor klokkenluiders. We hebben zelfs een klokkenluidershuis. Maar het probleem is dat het probleem van de klokkenluider is dat die heeft een loyaliteitsconflict. En hoe ver ga je daarin? Als je daar heel ver in gaat, dan zet je je ook meteen helemaal buiten de organisatie. En dan loopt het over het algemeen niet goed met je af. Er staan de meest verschrikkelijke verhalen in de krant. Meestal van iemand die al heel lang niet meer genoeg betaald wordt en in een vervallen caravan woont of zoiets. Dat loopt niet goed met je af. Dus de klokkenluider heeft een probleem. Hoe die daarin moet opereren. De journalist, zei ik al, is een afscherming voor de klokkenluider. Die is eigenlijk een soort filter. Dus daar moet. Maar dan moet je het op een andere manier aanpakken dan Assange en Manning het gedaan hebben. Dat hebben ze dus bewust niet gedaan. De laatste is ook een hele belangrijke, en ik denk dat dat ook voor de materiële discussie interessant is. Mijn laatste punt, daar heb ik ook niet een heel duidelijk antwoord op. Zijn de regels voor openbaarheid in het digitale tijdperk niet te beperkt? En hoe moeten de klokkenluid- en publicatienormen voor onderzoek en publicatie voor grote databestanden eruit zien? Dan lanceer ik het adagium, grote datamacht leidt tot grotere datalekken. En betekent dat niet dat je misschien daar je normen moet verruimen en veel meer moet goed vinden dan je misschien in het papieren tijdperk goed vond? Het is allemaal groter geworden en de toegankelijkheid is er ook niet makkelijker op geworden en de datamacht is natuurlijk enorm gegroeid. Dat is een interessante vraag en dat is misschien ook wel een aspect dat Assange wel aan de orde heeft gesteld en met succes. Maar ik weet niet, we hebben dat filmpje gezien over die droneaanval, ik weet niet in hoeverre nou door deze publicaties uiteindelijk grote misstanden zijn opgerold. En dat is toch een vraag die in die zaak zal blijven spelen. Nou, dat waren zo mijn bevindingen toen mij gevraagd werd hier iets over te zeggen. Er is vast nog veel meer over te zeggen, maar hier laat ik het bij. Dank u wel. Dank je wel, Egbert. Ga lekker weer zitten en straks meng je ook vooral als we richting de zaal gaan weer in het gesprek met wat opvalt of wat je interessant vond. Graag vraag ik nogmaals naar voren Elsine van Os en Maurits Martijn. Ja, ga lekker zitten. Er staat water daar. Ondertussen, als we het over klokkenluiders hebben vandaag, hè, was een klokkenluider van de Belastingdienst kwam naar buiten. Die op non-actief is gesteld omdat hij de toeslagenaffaire naar buiten had gebracht. Dus de positie van klokkenluiders lijkt me ook in Nederland een actueel debat, wat we daarvan vinden. Maurits, om met jou te beginnen. Egbert noemde al heel even de nieuwe platforms in Nederland. De Correspondent bijvoorbeeld, waar jij voor werkt. Als we het nou hebben over. We zijn gewoon beter. Ja. Dat is het korte antwoord. Dat is een grapje. Ja. Maar als we het hebben over de vraag of Julian Assange een journalist is, mm-hmm, of WikiLeaks een journalistiek platform is, of nieuwe media journalistiek zijn. Hoe relevant is die als we het hebben over de situatie waar we nu in zitten rondom
het lekken van data rondom... Kijk, maakt het uit? Is het een relevante vraag of Assange een journalist is of niet? Ik denk dat het voor bepaalde discussies en zeker voor bepaalde juridische discussies een hele interessante vraag kan zijn. Wat me opviel aan het verhaal van de heer Dommering was dat WikiLeaks, en dat valt me trouwens ook op aan die aanklacht, is dat WikiLeaks eigenlijk als een soort losse digitale entiteit wordt gezien, als iets nieuws. In zekere zin is dat ook waar. Wat daar alleen totaal over het hoofd bij wordt gezien, is dat het gaat over onthullingen waar WikiLeaks heel erg nauw samenwerkte met de meest traditionele media die er bestaan. Van de New York Times tot het NRC, van de BBC tot de Guardian, noem maar op. Ieder kwaliteitsmedium wilde met WikiLeaks samenwerken en voor een groot deel lukte dat ook. Ik vind het dus heel raar om, als het gaat over deze onthullingen, dat is wel belangrijk, over deze specifieke onthullingen, om over WikiLeaks te praten als een soort gek buitenaards wezen dat zich opeens op aarde heeft gestort. Terwijl het gewoon nauw samenwerkte met allerlei traditionele bekende media. En ja, als je het dan hebt over de code van Bordeaux of weet ik veel welke een normatieve regels er allemaal bestaan, dan gelden die uiteraard ook voor die media. Dus maar in die zin is WikiLeaks natuurlijk ook een tussenpersoon of een tussenplatform geweest dat zelf ook publiceerde. Dus het is niet alleen de samenwerking met traditionele media. Nou, bij de onthullingen waar het nu over gaat, dus de onthullingen die door Manning zijn gebruikt, heeft WikiLeaks behalve bij het filmpje van Collateral Murder samengewerkt met media en waren de media de eerste die daarover publiceerden. Dus in die zin zijn die media, als je het hebt over aansprakelijkheid of over verantwoordelijkheid, minstens zo verantwoordelijk als WikiLeaks. Ja. En hoe urgent is die zaak die Egbert nu zo helder uiteen heeft gezet wat er aan de hand is? Hoe urgent is die voor de staat van de journalistiek? Zeg maar, ik heb hier ook een stuk van jou gelezen waarin jij vindt dat Assange steun verdient, omdat het misschien wel precedentwerking is voor Amerikaanse journalistiek bijvoorbeeld. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben geen jurist, dus... Maar je maakt je wel zorgen. Ik maak me wel zorgen, maar als ik fouten maak, pak me er alsjeblieft op aan. Wat ik ervan begrijp is dat deze aanklacht valt binnen de zogenaamde Espionage Act. Dat betekent dat op het moment dat Assange wordt veroordeeld, zijn daden, die de heer Dommering net ook uit de doek heeft gedaan, als spionage worden gekenmerkt. Nou, als je die aanklacht goed leest, met een lekenbril, dat doe ik, dan zie ik daar eigenlijk een beschrijving van hele goede onderzoeksjournalistiek. Dus onderzoeksjournalistiek die erop gericht is om bronnen te beschermen. En dat is wel heel belangrijk, belangrijk om aan te geven, dat als het gaat over dat kraken van dat wachtwoord, waar de heer Dommering het ook over had, dat was niet bedoeld om nieuwe informatie, nieuwe documenten boven te krijgen. Dat was bedoeld om de identiteit van Manning beter te verbergen. Dus als dat gelukt was, als Assange succesvol Manning had geholpen met dat wachtwoord, was het moeilijker geweest om haar te achterhalen, om haar identiteit te achterhalen. Nou, dat is wat je doet als goede journalist. Dan help je je bronnen. En zeker in het geval van dit soort bronnen, dan geef je bronnen advies hoe zij zichzelf moeten beschermen. Ik zie dat dus als een soort bijna onderzoeksjournalistiek 101. Ja. Die plicht heb je naar je bronnen. Met andere woorden, jij voelt je aangesproken als dit tot de veroordeling zou leiden, dat de plicht van onderzoeksjournalistiek daarmee een slechte zaak wordt. Goed, ik heb niet zo heel veel te maken met Amerika, gelukkig. Maar ik zie dit wel in die zin als een bedreiging voor Amerikaanse onderzoeksjournalistiek of voor journalisten die zich bezighouden met staatsgeheimen van Amerika. Alcine van Os, hoe luister jij naar? Want er is natuurlijk altijd de inherente spanning tussen aan de ene kant een organisatie die zijn data wil beschermen en aan de andere kant een journalist of iemand anders. Voor de sake of the argument maakt niet uit of een journalist, maar iemand die de macht wil controleren, die iets naar buiten wil brengen en die daarin zijn bronnen wil beschermen. In principe wat Maurits zegt, kun je je daarin vinden?
Nou, niet helemaal. Ik vraag jou of je leuk. Het komt niet vaak voor dat ik echt zo lijnrecht tegenover iets sta, maar ik zal proberen een beetje uit te leggen. Terugkomend op eigenlijk wat hij nou was en of hij nou journalist is en of dat relevant is. Ik denk wat relevant is, wat hij dan ook was, dat er een bepaalde mate van accountability in het proces zit. En eigen transparantie ook. En dat ligt niet bij transparantie van het onthullen van ruwe informatie en bulkdata. Maar transparantie ook in zijn eigen processen, in bijvoorbeeld financiële stromen eventueel ook. Waar gaan de donaties van WikiLeaks eigenlijk daadwerkelijk heen? Dat soort zaken. Ik vraag me ook af of gezien de opzet hij echt wel degelijk goed aan bronbescherming heeft kunnen doen. Ook op het moment dat Manning naar buiten kwam en gearresteerd was, was aan zijn kant de vraag, ja, gaat dit om mijn bron? Hij wist het niet zeker. Nou, ik weet niet zeker of hij dat niet zeker wist. Maar hij is vervolgens wel doorgegaan met publicatie. Manning zou het zo gewild hebben, denk ik, zou zijn argument zijn geweest. Ik weet niet precies hoe dat was. Maar ik denk dat als jij echt focus hebt op de klokkenluiders en het belang van de klokkenluiders, dan weet ik niet of of dat je handelingswijze zou moeten zijn. Want jij ziet Manning als de klokkenluider? Ja. En niet Julian Assange? Nee, zeker niet. Nee, ik bedoel, ja, formeel een klokkenluider zit binnen een organisatie, ziet misstanden binnen een organisatie. Helder. En lekt dat naar buiten. Ik denk niet, als jij klokkenluider bent, dan moet je ook nadenken over de proportionaliteit natuurlijk van de informatie die je naar buiten brengt. Subsidiariteit en allerlei andere zaken, maatschappelijk belang. Maar ook de potentiële schade die het kan berokkenen. En de wijze van opzet van het lekken van zijn informatie en de manier waarop Assange om is gegaan met de informatie, namelijk bulk lekken naar buiten op ruwe wijze, zou ik dat zeker onverantwoord vinden. En de analyses hebben ook uitgewezen dat dat daadwerkelijk ook schade heeft berokkend. Dus, en ik zit zelf veel meer op die schadekant. Wat voor schade dan? Ja, dat wil ik net even uitleggen. Vooral als je het over de Afghan warlocks hebt, is daar heel veel ruwe informatie over naar buiten gegaan. Die informatie die betreft tactische en operationele informatie over niet alleen inzet van militaire troepen in Afghanistan, maar ook gesprekken met bronnen die ook uiteindelijk met naam en toenaam daarin genoemd zijn. Uiteindelijk heeft Assange aangegeven. Ik hoor je ademen. Oh nee. Gelukkig maar. Uiteindelijk heeft Assange aangegeven dat hij een damage minimalization process zou doen. Ook in contact met The Guardian en andere nieuwsoutlets. Maar die damage minimalization is zeer beperkt gebleven. Hij heeft natuurlijk onder hoge druk dingen naar buiten gebracht, waardoor hij onder die tijdsdruk dat mogelijk minder heeft kunnen doen. Maar het feit is wel gebleken dat hij toch informatie naar buiten heeft gebracht wat schadelijk is, wat dus operationeel van belang is. En dat, die invalshoek heb ik, want ik heb zelf daar in Afghanistan gewerkt. En ik weet wat het belang is van het beschermen van je bronnen ook op de grond. En je eigen ja, goede intenties die jij daar ook zelf op de grond hebt als onderdeel van de defensie. Maar zit in die zin, voor we naar Maurits gaan, jouw probleem met wat daar gebeurd is in dat die bronnen en dat er operationele dingen naar buiten zijn gekomen. Maar als hij dat gefilterd had en er zouden anderen, het prima geweest. Nou, ten dele. Want hij gaf zelf aan, ik ben de Intelligence Service of the People. Of WikiLeaks is de Intelligence Service of the People. Zijn oorspronkelijke doel volgens mij was dat the public needs to decide. Dat zegt Snowden ook, the public needs to decide. Dus die kunnen de informatie krijgen en die kunnen daar hun analyse zelfstandig op uitvoeren. Nou, heeft hij zelf ook gemerkt dat het belangrijk is dat er journalisten aan te pas komen om duiding te doen. En daardoor is hij ook in contact gekomen met die journalisten. Ja, en ik denk dat dat ook ontzettend belangrijk is. Ja. Maar ik denk dat het van belang is om dan niet alsnog al die honderdduizenden documenten naar buiten te brengen, maar de journalistieke duiding te doen. Maurits, het gaat om die proportionaliteit, om de collateral damage eigenlijk die gedaan zou zijn vanuit het lekken van die documenten. Hoe luister jij daarnaar als je Elsine hoort?
Want het raakt denk ik aan een fundamenteel punt van het lekken. Ja. Nou ja, kijk, het is wel iets anders gegaan. De reden dat die journalisten samen wilden werken met Assange is dat zij waren zeg maar de eerste die door die documenten heen konden gaan en die dus ook de namen en andere gevoelige gegevens uit die documenten konden halen. Ja. Dat was de voorwaarde voor Der Spiegel en The Guardian, et cetera. En daar is Assange toen schoorvoetend akkoord mee gegaan. Maar daar is hij toen wel mee akkoord gegaan. Dus in eerste instantie is eigenlijk al dat materiaal is onder toezicht van professionele journalisten naar buiten gebracht. Heel gedoseerd, heel voorzichtig, et cetera. Daarna is er wel het een en ander misgegaan. En dat is volgens mij, moet je volgens mij ook gewoon veroordelen. Alleen op dat moment is dat op een hele secure manier volgens de code van Bordeaux gegaan. In die zin hecht je er ook steeds waarde in om terug te pakken op dat moment en die casus. En niet meteen te verleiden tot het bredere, tot andere voorbeelden. Of wat, waarom hecht je zo aan, nou ja, we bespreken die casus, dus dat snap ik wel. Maar tegelijkertijd, als jij naar Wikileaks kijkt, dan... is dat die casus voor jou, is die het belangrijkst? Of is dat een... Die is niet het belangrijkste om een totaalbeeld over de organisatie en de man te kunnen geven. Want dat is dat is een heel ingewikkeld, gelaagd, ambigu beeld. Het is wel belangrijk, vind ik, als het gaat over deze zaak. En als het gaat over die aanklacht waarin hij wordt aangeklaagd voor spionage. En de informatie die volgens deze aanklacht naar buiten is gekomen, is informatie die op dat moment, en nu nog steeds in mijn ogen, gewoon het publiek belang diende. Waar ook media en journalisten op dat moment 100% van overtuigd waren. Dit is publiek belang. En daarom vind ik het belangrijk om daarop te blijven hameren. Ja. Dat er dingen mis zijn gegaan, zeker. Als er mensen in gevaar zijn gekomen, wat ik overigens alleen nog maar via de officiële kanalen zeg maar, heb gehoord, dan is dat te verwerpen. Maar dat staat in mijn ogen los van de inhoud van wat er ook naar buiten is gekomen. En die inhoud die liet een beeld zien over Amerika en over de manier waarop Amerika oorlog voert. Niet overeenkomt met het officiële verhaal. Bijvoorbeeld het aantal burgerdoden bleek uit die officiële documenten veel hoger. Het filmpje wat we gezien hebben, dat was een filmpje waar al 3 jaar of 4 jaar om gevraagd werd door Reuters, een journalistieke organisatie. Er zijn journalisten doodgeschoten. Nou, dat is gewoon nogal belangrijk, vind ik, dat wij weten dat deze grootmacht op deze manier opereert. En om nog even een stap verder te maken, en dat is ook een van de, laten we zeggen, redenen voor Assange geweest om Wikileaks op te zetten, is dat we niet moeten vergeten dat die hele oorlog in Irak ook gebaseerd was op, nou, laten we zeggen, niet helemaal volledige informatie. En Assange heeft altijd gezegd, daaraan zie je wat de gevolgen kunnen zijn van een land dat te veel geheimen, dat te veel als staatsgeheim brandmerkt. Maar als ik dan helemaal meega in jouw lijn, dan heb je dus de situatie dat de traditionele media, ik weet niet om wat voor reden dan ook, die lukte het niet. Tenminste, dat is niet gelukt om op die schaal achter die informatie te komen. Mm-hmm. Dan heb je iemand, nou ja, er is die documentaire over hem gemaakt, hè, die heet ook Risk. Dat is misschien dan ook wel het goede woord, die daar dus wel all in is gegaan en daarachter is gekomen. Mm-hmm. Die vervolgens, wat er ook is losgekomen, de journalistiek dan, en ik volg helemaal jouw lijn daarin dan, nu even een dienst heeft bewezen, want anders hadden we dat niet geweten. Mm-hmm. En die nu een soort steekspel is geworden waarin hij door diezelfde journalisten onder de bus wordt gegooid. Dat is de dynamiek die jij dan ziet. Door een groot deel van diezelfde journalisten, ja, zeker, ja. Ja. Maar wat leert dat ons dan, de journalistiek? Want als de mening zo verandert van heel veel journalisten ook in 9 jaar, stemt dat dan hoopvol? Ik bedoel, er is nog meer uit te zoeken. Hè, als dat wordt allemaal lid van de correspondent. Ja. Of van Bellingcat.
Ja, dat is natuurlijk totaal opportunistisch. En een gebrek aan, aan moraal, een gebrek aan geheugen. Ik weet niet wat het is. Ja. Maar ik vind het totaal hypocriet. Ja. 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 En nogmaals. Volgens mij heb ik dat niet eens gezegd. Oh. Maar fundamentele kritiek hebben op Julian Assange en op WikiLeaks. Ja, graag. Ik bedoel, ik ben zelf ook kritisch over de koers die de organisatie de afgelopen 3-4 jaar is gaan varen. Volgens mij is het heel belangrijk om die kritiek, wat hij gedaan heeft tijdens de Amerikaanse verkiezingen, niet te verwarren met wat er in 2010 is gebeurd. Ja. Ja. En dat is heel moeilijk. En dat is zeker voor Amerikaanse journalisten heel moeilijk. Ja. Alcina, uiteindelijk gaat dit over macht. En wie dat kan controleren. En wie dat... Nou ja, eigenlijk de vraag van Egbert Domring was in die zin misschien wel interessant, dat data natuurlijk veel meer wereldwijd is. Dat landsgrenzen zijn een... En tegelijkertijd spitsen we ons nu toe op de jurisprudentie in Amerika, waar hij dan misschien aan uitgeleverd zou worden, terwijl hij niet, volgens mij staat WikiLeaks geregistreerd in Zweden, niet eens in Amerika. Mm-hmm. Is er een manier... Nee, ik wil het eigenlijk anders vragen. Want je hebt daarnet aangegeven hoe je Julian Assange geen klokkenluider, geen journalist vindt. Vind jij wel dat hij een belangrijke dienst heeft bewezen aan het controleren van die macht? Ik kan natuurlijk positieve impacts benoemen, maar ik wil toch even teruggrijpen op die schade. Ik vind dat dat niet los van elkaar gezien moet worden. Ik denk als jij verantwoordelijkheid neemt als platform, als klokkenluider outlet of als journalist, hoe je, of ook als Intelligence Service of the People, hoe je jezelf ook noemt, dat het ook heel erg belangrijk is dat je verantwoordelijkheid neemt voor alles wat in jouw schoot geworpen wordt aan data. En dat je dus dat niet zomaar deelt. Er is net door een FOIA request van BuzzFeed News, Freedom of Information Act, het damage rapport van een of andere ID task force uit Afghanistan is naar buiten gekomen. Daaruit is gebleken dat 40% van de gelekte Afghaanse documenten dat die daadwerkelijk schade hebben berokkend, waarvan 13% rechtstreeks mensen in harm's way hebben geplaatst, local nationals. Ik vind dat nogal wat. Dat betekent dat je dus echt, het gaat niet over schade van vervelend dat ergens een naam staat. Ik sta zelf in de WikiLeaks gelekte documenten uit Irak. Dat boeit allemaal niet zo erg. Maar het gaat om de schade die je daadwerkelijk aan mensen in hun eigen leefomgeving berokkent. En om dat op te lossen, dat is gewoon onmogelijk. Er is een taskforce voor ingericht om te kijken hoe die mensen op de hoogte kunnen worden gebracht dat ze in de documenten genoemd staan. Er is ook een African Human Rights Commissie heeft hierop gezeten om te kijken van wat is nou de impact geweest. Die hebben ook aangegeven, direct naar aanleiding van de WikiLeaks documenten zijn de killings van local nationals zeer sterk verhoogd. Dus dat heeft daadwerkelijk ook een enorme impact gehad. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel te onderstrepen, dat ondanks de positieve effecten hij heeft gehad en de opruiming die hij heeft gedaan, dat ik het dermate disproportioneel vind, dat ik het ontzettend moeilijk vind om daar echt een positieve verbinding aan te maken, om maar zo te zeggen. Ik vind dat voor mezelf vind ik dat ontzettend belangrijk. Ook het filmpje van Collateral Murder. De eerste blik en eigenlijk de eerste 100 blikken die je erop hebt, als je er naar kijkt, dan denk je, hoe verschrikkelijk is zo'n oorlog? Hoe verschrikkelijk is het dat hier mensen doodgaan in zo'n oorlog? Dat is de realiteit van de oorlog en de vraag is of die oorlog überhaupt moet plaatsvinden. Ik denk dat Assange op zich beeld en geluid heeft gegeven bij hoe erg die oorlog is. En ook moet je wel in zo'n oorlog stappen, dat is zeker waar. Maar ik denk ook dat er andere geluiden zijn naast zo'n filmpje. De risico's van journalisten in oorlogsgebied, dat is een daadwerkelijk risico. We zijn in 7 jaar tijd in Irak zijn er 237 journalisten gedood, waarvan 220 Iraakse mensen. Dat is sowieso collateral damage in zo'n oorlog. En ook zo'n filmpje laat niet per se alleen de misstanden van de Amerikanen zien die dit uitvoerden.
Maar het laat ook zien de complexiteit van een oorlog. Het niet duidelijk kunnen zien waar die journalisten rondlopen ten tijde van zo'n combat activity. Als ik de poort uitging in Irak toen ik in Basra werkte, moest ik dat altijd aanmerken bij, bij de Amerikanen, zodat zij wisten waar ik was. Omdat ik, als ik ergens in combat terecht kwam, dat ze wisten dat ik daar ook ergens rondliep. Dat is wel de realiteit van de complexiteit van die oorlog ook. En dat is hartstikke kut dat dan zoiets gebeurt. En ik denk dat het ook wel oké is dat dat filmpje uiteindelijk naar buiten is gebracht. Maar ik denk dat de discussie niet alleen maar het besje van de Amerikanen moet zijn daarin. Dus ja, dat is wel iets wat ik daarin ook wil meegeven. Nee, ja, ik ben het helemaal eens met je accountability argument. Ik vind ook dat een organisatie als WikiLeaks niet zonder accountability kan bestaan. Dus die moeten ergens ook ter verantwoording geroepen kunnen worden. Ik vind het alleen wel raar dat je ditzelfde argument niet toepast op de piloten van de Apache-helikopter. Want het is waar. Ik bedoel, oorlog is vreselijk en moeilijk en vies. Nee, maar dat, ja, ook zij moeten zich natuurlijk ter verantwoording roepen. Ja. En zonder dat filmpje gebeurt dat niet. En precies andersom vind ik het dus ook weer raar. Dus we vinden het allebei raar van elkaar. Ik vind ook, tuurlijk moeten die Apache-helikopters verantwoordelijkheid nemen. En tuurlijk moet daar een onderzoek plaatsvinden. En tuurlijk moet dat breder gedeeld worden. En moet daar accountability in zijn. Ik zeg alleen ook, van er zijn ook andere aspecten rondom dat incident die ook benoemd mogen worden. En ja, over en weer accountability zeker. En ik denk ook dat het sowieso goed is dat het publiek de activiteiten, vooral in oorlog, maar ook van inlichtingendiensten, continu aan de kaak stelt. Omdat inlichtingendiensten ook constantly pushing the envelope. Dat is natuurlijk wat de inlichtingendiensten... Wat bedoel je met pushing the envelope? Nou, in de zin van hoe beter bijvoorbeeld terroristische organisaties zich proberen te beschermen, hoe meer inlichtingendiensten proberen om te kijken hoe ze daar toch een vinger achter proberen te krijgen. Dus je bent continu bezig van waar ligt die grens? En daar heeft het publiek ook een rol in te spelen om te kijken van waar vinden wij, waar de grens moet. Maar dan moet het publiek het wel weten. Ja, en daarom denk ik wel dat het goed is dat WikiLeaks die discussie heeft opengebroken, maar ik zit heel erg met het professionaliteitsaspect en het schadeaspect. Ja, helder. Misschien het andere is, misschien is het ook gewoon te groot voor één persoon om zoveel data. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel scoops je vanuit de correspondent precies en hoeveel onderzoek en hoeveel data je in handen krijgt. Maar zo'n gigantische bulk aan data, het is ook bijna niet te bevatten welke keuze je dan misschien wel moet maken in wat je wel en niet naar buiten brengt. Nee, dat was ook het grote probleem van WikiLeaks. Zo tussen 2006 en 2009 was dat ze ongelooflijk veel informatie kregen. Al die informatie ook publiceerden, maar niemand er wat mee deed. Want ja, zo werken journalisten natuurlijk ook. Van ja, als het ergens gepubliceerd staat, dan kan iedereen het lezen. Dus waarom zou ik er werk in stoppen om er een scoop van te maken? Dus toen Assange en een aantal andere medewerkers daarachter kwamen, toen zijn ze dus schoorvoetend de samenwerking aangegaan met die klassieke media. Om eigenlijk te vertellen wat het nieuws is wat erin zit. En om dus een podium te hebben, een podium te krijgen. Dus eigenlijk was het tegenovergestelde van het gewoon maar publiceren. Dat hebben ze de eerste 3 jaar gedaan. Daarna is het gewoon heel klassiek gegaan en heel gedoseerd ook. In samenwerking met media. Is WikiLeaks een model waar de correspondent lessen uittrekt? Is hun werkwijze wat zij gedaan hebben rondom data? Ik denk dat je Rob Wijnberg wel enigszins met... Nee. nee, als ik eerlijk ben, nee. Nee, dat zou te ver gezocht zijn als ik daar nu ja op zou zeggen. Wat ik zelf wel denk wat een mooie ontwikkeling is dat je bijvoorbeeld Publix hebt, dat ze journalisten zelf of kranten zelf methodes bewerkstelligen waardoor klokkenluiders toch naar buiten kunnen treden. Waarbij het bij een goed professioneel orgaan terechtkomt die duiding kan doen van de data, die waarborgen op zijn plek heeft en dat soort zaken. Ik vind een heel goed voorbeeld is Voetballeaks.
waarbij miljoenen aan informatie van een anonieme bron over, wat is het, FIFA, UEFA en dergelijke naar buiten is gebracht. Die data die is verdeeld over een consortium van kranten in Europa. Die waarborgen die data en die brengen dingen naar buiten waarvan zij zien dat het misstanden zijn. Ja. Dat vind ik een heel mooi model en dat is, dat vind ik heel belangrijk. Een ander ding is dat ik vind nog steeds dat er een enorm gat ligt over hoe klokkenluiders überhaupt naar buiten kunnen treden. En dan maar over de schutting flikkeren, dat is volgens mij een soort van tweede stap. Want wat Manning ook zei, van ik probeerde eerst naar kranten toe te gaan. Dat lukte hem niet blijkbaar. En ja, vervolgens was Wikileaks daar ook. Maar ik denk dat, dat er meer zorg gedragen moet worden voor klokkenluiders. Meer begeleiding moet zijn voor klokkenluiders. Er zijn allerlei problemen rondom het huis van klokkenluiders waarbij dat niet de ideale opzet is. Er worden nieuwe initiatieven georganiseerd, ja. Zoals een NGO, Geen Doofpot, die daar ook een soort in een gat wil gaan springen. Maar ja, de conclusie blijft nu toch altijd dat de klokkenluider die klokken luidt de organisatie moet verlaten. In nou, bijna alle gevallen. Nou ja, de vraag is, wil iemand überhaupt bij een organisatie blijven waar misstanden zijn? Hè? Dus een van de dingen wat de gevolgen zijn van klokkenluiders is dat zij in een erbarmelijke positie terechtkomen. En dat is... dat is natuurlijk super kwalijk. Maar de vraag is, moet ze überhaupt willen blijven? Is er een betere plek voor ze waar ze überhaupt... Dus je moet niet per definitie bij een organisatie willen blijven, denk ik. Ook gezien het proces waar ze überhaupt doorheen zijn gegaan. Maar het zou ideaal zijn dat die misstanden worden opgelost en dat de klokkenluider ze weg eventueel weer kan vinden in een organisatie. Maar het moet niet het heilige graal zijn. Ja. Daar geloof ik op zich ook wel in. Alleen ik denk dat er ook wel een andere categorie bestaat. En zeker als je kijkt naar mensen als Manning bijvoorbeeld. Ja, die gaat natuurlijk niet naar een vertrouwenspersoon op het Pentagon en zegt... Hey, ik wil dit naar buiten. Wat vind jij ervan? Zullen we dat filmpje wel of niet naar buiten brengen? En ik kan me ook voorstellen dat soort mensen niet per se zich aangetrokken voelen tot een klokkenleidersinstituut van de overheid. Nee, er moeten nieuwe methodes komen om ook mensen als Manning daarin... Dus in die zin ben ik het wel met je eens dat je zou wel kunnen zeggen dat de Wikileaks-methode eigenlijk de weg heeft verbreid voor een soort andere initiatieven. Publix is er één van, maar zo zijn er meer. Je hebt in Amerika ook Secure Drop, waarbij dus eigenlijk de vergelijkbare technologie wordt gebruikt van Wikileaks, om op een wat, laten we zeggen, gecontroleerdere manier informatie bij journalisten te krijgen. Ja, en ik denk dat, wat ik al helemaal aan het begin aangaf, dat tegelijkertijd ook beter zorg moet worden gedragen voor data überhaupt. Ik vind eigenlijk dat het niet mogelijk moet zijn dat mensen miljoenen documenten zomaar een organisatie uit kunnen trekken. Dat betekent namelijk ook dat ze ze niet gelezen hebben per definitie. En ik denk dat het belangrijk is dat als je informatie naar buiten brengt, dat je het hebt gelezen. En dat je dan daadwerkelijk ook ziet van in dit document staan misstanden of is onderdeel van een misstand. Dat is dus iets wat bij 9/11 mis is gegaan. Dat naar aanleiding van 9/11 is gebleken van ja, de informatie werd niet goed aan elkaar geknoopt en daardoor hebben we toch uiteindelijk niet de signalen goed gelezen. Dus is naar aanleiding daarvan is informatie veel meer opengebroken. Dat betekent dat mensen veel makkelijker binnen de inlichtingendiensten en dergelijke bij die informatie konden. Nou, daar zijn ze dan weer van teruggekomen en ik denk dat dat goed is. Dat informatie beter gecompartimenteerd wordt. Dat niet iedereen all over the place bij informatie zou moeten kunnen. Tegelijkertijd is ook de Amerikaanse overheid gedwongen tot meer transparantie-initiatieven. Wat een beetje tegen hun natuur ingaat. Dus ik heb zelf een documentaire gemaakt over Edward Snowden. En ik heb James Clapper geïnterviewd, hoofd van Office of Director of National Security. En die zei ook, naar aanleiding hiervan moesten we transparantie-initiatieven opstarten. Nou, dat gaat volledig tegen hun natuur in. Maar daar zijn wel stappen in gezet. Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook symbolisch. Ik bedoel, de hele... ondertussen zit Manning weer vast. Assange wacht op zijn uitlevering. En zou je kunnen zeggen... Nou ja, eigenlijk is de vraag, waarom is Assange
zo'n inzet nog van het politieke spel? Waarom zijn er nog steeds ongeveer 6 landen bezig met Assange? Wat is dan wat hem nu nog zo belangrijk maakt? Is er iets over te zeggen, Maurits? Dat is afschrikkend. Dat is speculeren. Weet ik geen idee. Weet ik niet. Is het nou? Ja, ik denk zelf ietsje minder in conspiracies. Is het niet gewoon zo dat er een oprechte indictment loopt vanuit Zweden over vermeende verkrachting? Dat losstaat van wat dan ook. Uitlevering vanuit Engeland naar Amerika is een stukje makkelijker dan vanuit Zweden überhaupt. Dus ik zou dat compleet los van elkaar koppelen. Ik denk wel, ik vind het interessant dat de indictment die vanuit Amerika loopt, of de aanklacht die vanuit Amerika loopt, dat die focust op de Manningzaak. Terwijl nadien natuurlijk de hele controverse eigenlijk meer is ontstaan rondom de Vault 7 leaks met Joshua Schulte, die nu opgepakt is daarvoor. En daaruit bleek dus dat WikiLeaks genoemd wordt in die sealed indictment van Joshua Schulte. En ook rondom de DNC-hack. De Clinton-mails. Ja, precies. Dus ik denk dat dat eventueel logischer zou zijn. Het is alleen maar speculeren hierover, dat ik me kan voorstellen dat het justitiële apparaat jaren nodig heeft om een indictment voor te bereiden, zodat ze maar beginnen met Manning en dat de rest later komt. Zijn er opmerkingen, vragen vanuit de zaal? Wacht even, ik kom met de... Sowieso zit Assange natuurlijk, zat al jaren in de ambassade. Dus ze gaan hem niet voor recentere dingen die met WikiLeaks te maken hebben, oppakken. Want ik kan hier niet betrokken mee zijn. Sorry, dat versta ik niet helemaal. Als in, hij zat... hij zat er sinds 2011 of zo. In de ambassade? Ja. En heeft al jaren geen internet gehad. Dus hij kan niet betrokken zijn geweest met de dingen die je nu opnoemt. Ja, dus met andere woorden, dan zou het heel logisch zijn dat hij alleen voor de dingen daarvoor in duikte. Voor Ja, hij had wel internet, hoor. Ja, tot 2018 had hij internet. Ja. Heeft hij daar ook gewoon... Hij heeft het namelijk echt als een malle getweet. Ja. Meneer. Ja, ik heb twee opmerkingen aan u. Mevrouw Roelie Post werkte voor de Europese Commissie, de Europese Unie. En als klokkenluider is daar ontslagen, moet de salaris terugbetalen. En zij zegt, ik wil juist hier werken. Ik heb hart voor de zaak. Ik heb mijn werk juist goed gedaan. Ja. Dus als je ergens ziet waar misstanden zijn, de mensen die klokkenluider zijn, dat zijn juist de mensen met hart voor de zaak. Die willen daar juist blijven werken. Ja, tuurlijk. Ik zeg alleen niet per definitie. Dat is het enige. Ja. En tweede vraag, Maurits. Jij vroeg net, dat was een hele goede vraag. Ik zal hem herhalen. Waarom zitten ze nu zo Assange nog achter de broek dan? Want ja, het is allemaal al water onder de brug. Als je dat niet weet, vraag het dan aan klokkenluiders. Ik heb Thomas Drake geïnterviewd en John Kiriakou. Dat zijn de klokkenluiders die ons hebben verteld over de misstanden van de NSA en dat we martelen in Guantanamo Bay. En die zeggen, ze zitten Assange achter de broek om te zorgen dat de volgende keer je wel twee keer bedenkt voordat je de Assange gaat uithangen. Dat is het antwoord. Een afschrikwekkend effect, zegt u. Ja. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Nou ja, zoals bijvoorbeeld Reality Winner ook behoorlijk veroordeeld is. Ik denk dat dat wel een beetje het kind van de rekening is geweest. Dat klopt. Andere mensen die zeggen, er moet nog iets besproken worden. Ik heb nog een vraag. Het is allemaal helemaal helder. We weten waar het naartoe gaat. Jazeker. Ja, ik ben toch geïntrigeerd door dat fenomeen. Van wat ik dan maar noem het klokkenluidersbemiddelingsbureau. Want dat is dus een... Kijk, je had de pers en had je natuurlijk persagentschap en dat soort dingen. Maar nu heb je dus een soort instantie ertussen. En ik interesseert me toch of die instantie dan nog weer een eigen soort privilege heeft. Zoals WikiLeaks pretendeerde, namelijk dat ze een verlanglijst publiceren. Welke ambtsgeheimen ze in het bijzonder geschonden willen zien. Twee, dat ze dienstverlenend zijn in het breken van geheimhoudingsmechanismen. Overigens heeft Assange dat niet goed gedaan. Dat staat ook in de indictment. Hij heeft het maar half gedaan. Daarom hebben ze Manning gepakt. Maar goed, dat is een ander ding. Dus dat ze actief zich mogen afficheren naar instanties toe
van kom bij mij, wij zullen het voor u doen. En moeten die dan, is dat iets wat wij zeggen, dat moet dus in een nieuw normatief kader, namelijk het privilege van het klokkenluidersbemiddelingsbureau. Ja, ja, dat wou ik graag. Zeker, ja. Maurits? Je doelt op een initiatief als PubLeaks bijvoorbeeld. Nee, de Wishlist. Of WikiLeaks. Ja. 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 Dat je actief vraagt. Ja. Ja, helder. En is dat dan ook een positie die je eigen privilege krijgt? Namelijk het uitlokken van schelden. Helder. Ja, dat is zeker niet wat ik betoog. Ja, maar nee. Ik denk alleen wel dat er heel veel situaties bestaan. En dat er op heel veel plekken informatie ligt die via officiële wijze nooit naar buiten komt, maar die wel naar buiten zou moeten komen. Dus dat is een beetje mijn uitgangspunt. Ja. WikiLeaks heeft een manier gevonden om een bepaald deel van die informatie en veel meer informatie, zeg maar, los te wrikken. In die zin zou je kunnen zeggen, is het een nobel streven om na te denken over nieuwe vormen buiten de WOP, buiten de woordvoerder, maar met deze nieuwe tijd en nieuwe digitale middelen in gedachten houdend, om dat soort informatie wel te publiceren. En in principe maar, is dit natuurlijk nu ook de gouden tijd van de datajournalistiek met Bellingcat, die met mensen op zoek gaat naar, ja. Volgens mij zijn ze nu aan het zoeken waar Boris Johnson precies aan het picknicken was. Dan heb je nog andere, ik bedoel, follow the money. Het is niet zo jammer dat Karen Spijker niet is. Die zetten ook actief vragen uit. Ja. Van werkt u bij Shell en ziet u een misstand? Meld ons. Het is natuurlijk ook de aard die misschien door het internet veranderd is. Ja, ik denk overigens dat het, nu ik er een beetje over nadenk, dat het ook totaal averechts kan werken. Want stel je voor dat je zo'n systeem hebt en tegen het ministerie van Justitie zegt, geef ons het bonnetje van Teven, nou dan verdwijnt dat bonnetje gewoon. Ja, dus ja. Ja. Ik ben misschien nog benieuwd van platform Authentieke Journalistiek, was u zei u? Ja, misschien, ik weet eigenlijk helemaal niet wat. Misschien kunt u iets over vertellen hoe u ernaar luistert. Nou, om heel even in te breken over wat je net over Follow the Money zet. Daar staat ons Shell Papers project op. Wij hebben enorme WOP-verzoeken gedaan bij 17 bestuursorganen. En dat komt eigenlijk een beetje bij het punt van Maurits. Omdat wij ook denken dat sommige informatie gewoon nooit naar buiten komt via de officiële wegen. En toch doen wij dan een poging met die Shell Papers. En dat proberen wij op zo'n transparante manier mogelijk te doen. Wij vragen dus niet van, heb je misstanden, meld ze. Wat wij doen is eigenlijk, wij doen die WOP-verzoeken. En omdat wij uit zoveel slechte ervaring hebben met die procedure, daarom doen we het op zo'n transparante wijze. Om ook te laten zien van, kijk, er gaat zoveel mis in die wet openbaarheid van bestuur. En hoe bestuursorganen daarmee omgaan. Dus dat je dat kan volgen als lezer. Ja, mevrouw Van Os, ik ben daar echt heel erg benieuwd naar. Wat Maurits ook zei, van, er zijn eigenlijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld de inlichtingendiensten, die brengen niet hun archief op een gegeven moment naar het Nationaal Archief. Je mag hopen dat er nog een keer een herdenkingsboek uitkomt, zoals bijvoorbeeld met de BVD gebeurde. Die heeft nog een paar keer teruggeblikt, soms officieel, soms minder officieel. Maar met de AIVD en de MIVD bijvoorbeeld, dat is nou precies zo'n orgaan waar zoveel vragen bij zijn. Mm-hmm. Ik ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt, van hoe zou je daar dan als journalist op een gegeven moment duiding aan moeten geven of echt achter het grote verhaal moeten komen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, ik vind eigenlijk dat beide diensten transparanter te werk mogen gaan. Ik vind ook de dingen die ze naar buiten brengen, weten we eigenlijk allemaal al. Dus vind ik eigenlijk niet heel erg, heel misschien gechargeerd, maar niet van mega veel toegevoegde waarde.
Ik denk wel dat het een ontzettend moeilijke afweging is en een snijvlak waar ze op acteren. Ik denk eigenlijk dat we daarin toch wat meer lessen uit Amerika mogen trekken, heel eerlijk gezegd. Mensen vinden dat misschien niet goed om te horen, maar ik ben nu op dit moment heel actief bezig in het hele domein van Chinese spionage. Ja, daar kan je echt heel erg weinig in Nederland of in Europa over vinden. Maar als je kijkt naar Amerika, heb je ontzettend veel aanklachten waar ontzettend veel in is te vinden is. Er worden filmpjes nagemaakt van bestaande casussen, zodat meer informatie naar buiten komt en dat soort zaken. Er wordt echt veel en veel en veel meer gedeeld. Waardoor je ook gewoon echt beter beeld kan gaan krijgen van hoe ziet die dreiging er nou eigenlijk überhaupt ook uit. En ik denk dat daar echt wel stappen in gezet mogen worden. Maar dat is natuurlijk de dreiging van buitenaf. Ja, dus, maar ook wel de dreiging van buitenaf. Waar werkt zo'n dienst nu eigenlijk aan dan? Dus ze zeggen wel van spionage kan daar en daar voorkomen. Ja universiteiten in algemene zin. Maar je krijgt nul beeld en geluid erbij. Dus dan kan je ook helemaal geen sensecheck doen van waar werken ze nou aan? Ja. Waar ligt dat belang dan ook echt? Dus ik vind het wel belangrijker dat daar meer geluid over naar buiten komt. Als dat is wat je bedoelt. Ja, dat is dan wat het niet zelf bepaalt natuurlijk. Maar je hebt burgers of journalisten die met andere vragen zitten. Ja. Ja. Ze zijn van de afgelopen 5-10 jaar. Ja, maar ja. Er zijn gewoon nog steeds historici die onderzoeken naar die diensten. Ja. Hoe zag dat er nou uit? Ja. Ja, dat is nu een van de eerste inlichtinghistorici die zit in de dienst om onderzoek te doen. En dat is een redelijk unieke situatie. Dat blijft inderdaad een behoorlijk gevecht of blijft uiteindelijk behoorlijk lastig. En voor hun ook een nieuw proces, denk ik, wat een lange duur heeft, wel ingewikkeld. Ik wil nog eventjes inhaken op de wishlist en de Shell-papers. Ik heb 10 jaar voor Shell gewerkt, dus... ik denk aan de ene kant als je ja, ik doe alleen maar de grote boze dingen. Ja, kom bij mij. Zelf, ja. Grote boze dingen. Maar ik denk dat het best wel belangrijk is dat als jij als journalist ergens aan het werken bent, dat je aangeeft dat je daaraan werkt. Dat als jij het gevoel hebt dat er iets mis is binnen jouw organisatie, dat je weet waar je naartoe kan gaan. Dus als ik mij ernstig ongemakkelijk voel over het acteren van Shell en ik weet dat een organisatie daaraan werkt, dan is het helemaal niet heel verkeerd, denk ik, om dat te weten, om dan makkelijker daarop af te kunnen stappen en weten dat dat ook gewaarborgd wordt, omdat jullie daar gewoon gedegen onderzoek naar doen. Ik denk, ik vind een organisatie als WikiLeaks daarin wat enger, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat zij zeggen, kom naar ons, we hebben deze wishlist. Het gaat allemaal om classified information en wij gooien dat online. En dat zou ik best wel eng vinden van, wat gebeurt daarmee? En waar zijn de checks en balances en waar stopt dat? Dus, en het zet ook, wat mij betreft, een beetje aan tot, tot dingen als... als hacker maar als we dan de avond een beetje zo richting de afronding samenvatten, dan is eigenlijk jouw kritiek richt zich op de werkwijze. Ja, en niet zeker, per se op de speaking truth to power. Nee, want dat is belangrijk. Ja, daar sta ik zeker achter. Ja. Is er nog een beetje af? Ja, ik kom naar je toe. We blijven nog even bij de wishlist, denk ik. Want ik denk wat wel belangrijke context is dat WikiLeaks destijds met de wishlist naar een heleboel journalisten zijn gestapt en hebben gezegd van... Nou, waar zijn jullie nou eigenlijk naar op zoek wat je niet via de normale, de normatieve journalistieke weg zou kunnen bevinden? Dus dan is de vraag van, deze wishlist die WikiLeaks heeft gepubliceerd, is WikiLeaks hier dan fout mee? Of zijn de journalisten hier nu fout mee dat ze hiermee hebben ingestemd om dat te publiceren op hun website? In die zin hebben dan de journalisten het afgewenteld op WikiLeaks en daar, Maurits? Ja, ik wist niet dat het zo was gegaan. Fout. Ja, ik weet dus niet of ik het fout vind, sowieso. Of ik het überhaupt fout vind. Het ging in dat geval wel over, volgens mij best wel cruciale informatie over Guantanamo Bay, over die interrogation programs van CIA.
dat was toen al wel duidelijk dat dat informatie was waarbij, laten we zeggen, het ruwe materiaal hoogstwaarschijnlijk niet overeenkwam met het gespinde verhaal van de Amerikaanse overheid. Dus op zich kan ik me wel voorstellen dat er situaties zijn dat je dat dit de enige manier is om aan die informatie te komen. Dat journalisten, dus dat blijkbaar WikiLeaks de vraag had gesteld aan journalisten van, ja, waar kom je maar niet achter? En dan hadden zij dit lijstje gegeven. Ja, nou. Ja. Nog één keer echt verdommering. Even heel kort hierop. Als ik een privé-detective inschakel, dan aanvaard ik toch ook de verantwoordelijkheid dat hij volgens de maatschappelijke zorgvuldigheidsregels voor zijn beroep werkt. Dat een journalist die met zo'n organisatie in zee gaat, dan toch ook verantwoordelijkheid heeft over de accountability en al die andere dingen van die organisatie. Ja. Dan kun je toch niet zeggen van, daar heb ik niks mee te maken. Kijk, de journalist werkt altijd zo, die krijgt een envelop en dan staat geheime informatie, maar die is verder niet bij de schakel betrokken. Maar als je verder gaat in de schakel door het inschakelen van de hulppersonen, dan haal je wel meer verantwoordelijkheid naar je toe. Het spijt me wel hoor, dat is een gewoon algemeen juridische... Ik zei toch dat ik geen jurist was? Nee. Maar dan is natuurlijk de vraag nog of je het problematisch vindt dat het gepubliceerd is. Ja. Oké, maar wacht even. Dus stel je voor... Maar stel je voor dat ik weet dat er, bepaalde informatie... Sorry. Maurits. Ja. Stel je voor... Gesteld dat ik weet dat er bepaalde informatie is op bij de AIVD waaruit zou blijken dat Nederland 5 jaar geleden Mark Rutte in een corruptieschandaal met Donald Trump, ik zeg maar wat. Ik weet dat die informatie er is, maar ik krijg hem zelf niet naar boven. En dan zeg ik tegen WikiLeaks van ja, kan jij dat misschien ook even uitzetten op je nieuwsbrief? Is het dan anders? Ja, het hangt er vanaf hoe die informatie dan beschikbaar wordt gemaakt. Ja. Kijk, als ik ben een ervaren burger en als ik vind dat er ergens een misstand is en ik wil die informatie weten... Dan dien ik een WOP-verzoek in. En als ze me ongelijk geven, ga ik naar de rechter. Dat is misschien een heel ouderwetse gang van zaken. Dat heb ik natuurlijk allemaal geprobeerd al. Ja. Dat pad is... Dat juridische pad heb ik bewandeld. Maar uiteindelijk... Dus ik weet dat die documenten er zijn, maar ik heb ze niet. Maar uiteindelijk blijft de discussie dan toch hangen op de vraag... die ook in uw dia's voorbij kwam. Vind je dat je op geen enkele andere manier... daar toegang toe hebt. En dan misschien wat u ook toevoegt, komt ook het ethische daarin. En daarin maken mensen dan denk ik andere keuzes op dat moment. Ja, zeker. Ja. Ik kom voor de laatste opmerking naar u toe. En dan zijn we iets langer doorgegaan, maar ik vond het eigenlijk wel interessant. Dus vandaar. Wat ik op het moment nog een beetje onbelicht vind is... het wordt gelijkgesteld met de klokkenluiders en de verschillende bescherming. Maar we weten natuurlijk dat sinds Vietnam heeft... de VS een hoop geleerd over hoe zij bepaalde informatie naar buiten moeten brengen. We weten een hele hoop wat er toen gebeurd is, wat voor oorlogsmisdaden daar begaan zijn. En kijk, tijdens de golfoorlogen werd natuurlijk CNN bekend, want zij spinden wat de VS naar buiten wilde hebben. En voor de rest was het compleet onmogelijk om iets anders naar buiten te brengen, want dat werd allemaal afgeschermd. En nu zitten wij in een situatie dat we misschien weer naar Iran gaan. En wat ik bijvoorbeeld heel typerend vond, is dat de New York Times berichten over dat Trump nu weer raketten zou sturen, maar toch niet. En daarvoor hadden ze eerst de toestemming gevraagd aan de regering of ze dat wel of niet konden publiceren. Maar de tegenstelling is natuurlijk met stel je bent een klokkenluider in een bedrijf, jij kan inderdaad naar autoriteiten stappen en die kunnen daar iets voor jou oplossen. Maar in dit geval ben jij de tegenstander van de belangen die jij aanprobeert te kaarten. Zij hebben het geweldsmonopolie, zij hebben complete controle over wat zij met jou doen. En jij schendt precies die belangen die zij proberen veilig te stellen. Dus wat ik me afvraag dan, als WikiLeaks het niet doet, of als het niet op deze manier kan, hoe dan wel?
eigenlijk zet je ermee de discussie op scherp van we kunnen van alles vinden, maar hadden we het geweten zonder WikiLeaks? Ja. Ja. Nou, ik vind het eigenlijk wel een goede vraag, want het raakt in die zin de kern ervan. We kunnen een hele theoretische discussie hebben, of een ethische discussie, of een juridische discussie. Maar de vraag die deze meneer stelt is, zouden we, als we het hebben over de macht, en de macht zit daar bij die overheden met een geweldsmonopolie, is er dan, nou ja, we kunnen dan een discussie voeren, maar zonder WikiLeaks had het niet geweten en misschien was daarom dit de enige manier. Ik vraag me af of WikiLeaks het, dat we het zonder WikiLeaks niet hadden geweten. Er waren heel veel aspecten die al wel bekend waren. Misschien niet in de details zoals ze geschetst werden. Maar bijvoorbeeld Cablegate, 250.000 diplomatieke kabels die naar buiten zijn gebracht. Assange zelf zegt, er is een wereld voor en er is een wereld na Cablegate. Het heeft enorme impact gehad. Maar de geopolitieke assessment van Cablegate is, ja, als je het interessant vindt dat de Amerikanen Poetin en Medvedev schetsen als Batman en Robin, dan is dat interessant. Maar het is meer de roddel en achterklap dan dat het daadwerkelijk echt misstanden neerzet. Maar goed, je kunt ook zeggen, dus, een soort van collectieve bewustzijn, whatever that may be, heeft wel zijn ogen iets verder open gedaan. Ja, ik denk het wel. Want WikiLeaks heeft een gezicht gehad. Ze hebben, en dat heb je ook met Snowden gezien, hè, dat ze juist door dat gezicht en door dat naar buiten treden als één partij en als een gezicht, dat daarmee het bewustzijn echt behoorlijk is gegroeid. Dat is naar aanleiding van Assange, dat is zeker ook naar aanleiding van Snowden het geval geweest. Ja, Maurits? Ja, nou ja, kijk, als ik eerlijk ben dan, is het niet zo in mijn ogen dat er informatie via WikiLeaks naar buiten is gekomen die echt ons beeld over iets fundamenteel heeft veranderd. Mm-hmm. Het heeft denk ik wel bepaalde hypotheses bewezen. Het heeft bepaalde, laten we zeggen, speculaties of misschien zelfs wel complotten aangetoond. Maar het is niet zo dat we opeens weten dat er buitenaards leven is. Of zo. Nee, maar als dat de lat is? Hè? Als dat de lat is, dan, dan zitten we hier morgen nog. Ja. Ik denk dat WikiLeaks eigenlijk een soort eerste verschijningsvorm is van, en dat zeg ik hoopvol, ik weet niet of het waar is, maar ik hoop het, van een soort nieuwe vorm van accountability. Dus eigenlijk een soort manier die aan machtige instanties en machtige personen laat zien dat het steeds moeilijker is om informatie geheim te houden. Nogmaals, dit hoop ik. Ja. En je zou kunnen zeggen dat dus een beetje, laten we zeggen, de neefjes en nichtjes van WikiLeaks, dus Secure Drop of PubLeaks, wat dus eigenlijk al een soort geprofessionaliseerdere vormen ervan zijn, daar weer een volgende stap in zijn. Je zou zelfs kunnen beargumenteren dat Bellingcat ook een soort nieuwe vorm van accountability is, een nieuwe vorm van journalistiek. En ik weet niet. Ik denk dat de vraag, zouden we het zonder WikiLeaks niet hebben geweten, heel moeilijk te beantwoorden is. Ik hoop dat WikiLeaks ervoor gezorgd heeft dat we steeds meer weten. Ja, en in die zin, dat noemde jij ook, Elsine, een wegbreider. Kunnen we concluderen, of in ieder geval wat uit deze avond dan naar voren is gekomen, dat het gaat om mogelijkheden die geschapen zijn, dat het gaat om misschien een andere mentaliteit van hoe je tegen macht aanpraat, wat jij net zei, en dat het misschien veel eerder een start is van iets wat in gang is gezet, dan dat het daarmee nu klaar is. Ja. Ja. Nou, dat lijkt me een mooi einde van de avond. En dan stel ik voor dat we zo een biertje aan de bar gaan doen, maar niet voordat we eerst even onze gasten bedanken vanavond. Ik wil graag een warm applaus voor Egbert Dommering, Maurits Martijn en Elsine van Os.
Zoals gezegd, als u die kaart inlevert, er staat een bak buiten. En als het goed is, staat er iemand buiten. Dan krijgt u daar een consumptiebon voor. En dan hoop ik u misschien nog even bij het terras te zien voor de derde helft. Nog een hele fijne avond. Dank jullie wel.